We staan hier op proefbedrijf Vredepeel bij een meerjarige systemenproef met mais. Mais is na grasser de belangrijkste voedergewas voor de veehouderij. De voordelen van mais zijn dat het een hoge opbrengst per hectare heeft. Het is energierijk en heeft ook een hoog zetmiddelgehalte. Samen met gras in een rantsoen zorgt mais voor een goede stikstofbenutting en daarmee draagt het ook bij aan een vermindering van de ammoniakemissie. Verder geeft mais in het rantsoen ook een bijdrage aan de beperking van de methaanemissie. Maisteelt wordt echter ook geassocieerd met een aantal nadelen. Zo is het risico op uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk. En daarnaast is bodemkwaliteit in de zin van verlaging van organische stof nog wel eens een probleem. En ook bodemverdichting kan wel een probleem zijn. Om aan die aspecten aandacht te besteden, hebben we hier op proefbedrijf Vredepeel een meerjarige systemenproef aangelegd, waarbij we verschillende thema's gaan vergelijken met gangbare teelt. De thema's die we onderzoeken zijn chemievrije maisteelt, kunstmestvrije maisteelt met aandacht voor organische stofgehalte en ook nog maisteelt waarbij we bemesten op onttrekkingsniveau. En zoals bekend, een sorghum in vruchtwisseling met mais ook bijdragen aan de verbetering van de bodemkwaliteit. Ook dat gaan we hier meerdere jaren onderzoeken door sorghum op te nemen in een bouwplan samen met de mais. De meerjarige proef is dit jaar voor het eerst gestart. Ik sta hier voor de behandeling mais met die gangbaar wordt geteeld. Dat is onze referentie. In deze behandeling wordt de mais standaard geploegd en bouwlandinjectie toegepast. Plus aanvulling met kunstmestvrije bemesting en de gewasbescherming wordt ook chemisch uitgevoerd. Hier het volgende veld is de behandeling chemievrij. Dat wil zeggen dat het zaad wat gezaaid is onbehandeld is en dat we de onkruidbestrijding ook zonder chemie gaan uitvoeren, dus volledig mechanisch. Op dit moment zien we een klein verschil in beginontwikkeling tussen de standaard geteelde mais en de chemievrije. Het is heel beperkt en we zijn ook nieuwsgierig hoe zich dat de rest van het seizoen ontwikkelt. Ik sta hier voor het veld met sorghum. We hebben sorghum opgenomen in een systemenproef om een continu teelt van mais te doorbreken. Want sorghum staat bekend dat het een positieve bijdrage kan leveren aan de bodemkwaliteit door zijn wortelstelsel. En sorghum gaat ook nog een keer efficiënter om met water dan mais. In dit veld wordt mais en sorghum jaarlijks afgewisseld. Dus het ene jaar is het mais en het andere jaar is het sorghum. Hier sta ik voor de mais dat geteeld is zonder kunstmest. Deze mais is bemest met runderdrijf met bouwlandinjectie. Maar de kunstmest is vervangen door bewerkte mest uit de regio. In dit geval mineralenconcentraat. Ik zit hier voor het veldje mais waarbij we aandacht besteden aan organische stof. We proberen in deze behandeling de afbraak van organische stof te beperken door een beperkte grondbewerking. Het ploegen hebben we hier vervangen door stripteel toe te passen. En daarnaast voeren we in dit object ook wat extra organische stof aan in een vorm van compost dat een deel van het drijfmest vervangt. Op dit moment gelden voor mais bemestingsnormen. De bemestingsnormen zijn generiek voor alle zandgronden. In dit geval bemesten we niet volgens de bemestingsnorm, maar bemesten we op de onttrekking, op de jaarlijkse onttrekking van de mais. Het kan dus zijn dat we een hogere bemesting uitkomen dan de bemestingsnormen of een lagere. Maar het is ook bedoeld om te kijken van kunnen we op die manier de gewasopbrengst verder optimaliseren. Maar tevens ook de milieukundige normen wel in acht nemen.